Goedenavond, het is donderdag. Welkom bij een nieuwe vlog. De 200ste, hieberbiep, hoera. Vandaag is het ook nogmaals feest, want vandaag vier ik mijn verjaardag met vriendinnetjes. Super klein, we gaan gewoon even een wijntje drinken in een wijnbarretje. Helemaal heel bescheiden. We zouden met z'n viertjes zijn, maar één vriendinnetje heeft keelpijn, dus die moet afhaken. Dus dan blijven er drie over, maar dat is ook heel gezellig. En met die ander ga ik het gewoon nog een keer dunnetjes over doen. Dus dat komt helemaal goed. Super jammer natuurlijk, want ik had haar er mega graag bij gewild. Maar ik snap het heel goed en ik ben natuurlijk zelf ook heel streng in de leer. Dus voor wie vorige week mijn vlog heeft gemist, sorry daarvoor. Zoals ik in de extra video al zei, was ik in thuisquarantaine, want ik moest me laten testen. Uiteraard bleek ik geen corona te hebben, dat dacht ik ook al. Maar mijn astma-symptomen zijn heel lastig te onderscheiden van corona-symptomen. En soms twijfel je gewoon te veel. Met de arts overlegd, dus die zei ja, toch maar even laten testen. Dus heb ik gedaan. Maar gelukkig niks aan de hand, dus dat is heel fijn. Dat is het eigenlijk. Dit weekend is een heel leuk weekend, want nou ja, vanavond dus borrelen. Morgen zal iets minder leuk worden, want vroeger ben ik niet zo goed. Morgen game night met Sven. En zaterdag komen mijn schoonouders. Gaan we gezellig met ze door de stad fietsen. We gaan even naar ons nieuwe huis kijken. We gaan met ze eten. En zondag hebben we gewoon een rustig dagje. Maar s'avonds gaan Sven en ik heerlijk uit eten bij de Anthony. Dus daar hebben we ook heel veel zin in. Bij Brasserie Monk. Dat is dan onderdeel van de Anthony. Zijn we daar ook nog nooit geweest. En het leek ons wel heel leuk. En ze hadden nu een soort restaurantweekmenu. Dus mijn ouders tipten me van joh, dat is heel leuk. En dan passen wij op. Nou. Dus dat gaan we doen. En nu ga ik mij zo meteen klaarmaken. Ik heb al wel gewoon mijn make-up op. Misschien heb ik nog een klein beetje wat aan mijn haar wil doen. Misschien ook niet. En deze pukkel misschien een beetje bedekken. En dan moet ik even kijken wat ik aandoe. Ik heb opties neergelegd. Want het hangt bij mij altijd een beetje vanaf of ik opgezet ben of niet. Dus dat gaan we zo meteen bekijken. Maar voor nu eerst de kids onder de douche vandaan halen. Want dat moet ook gebeuren. Sven is met ze aan het douchen. En dan ga ik ze er zo even uithalen. Lekker naar bed brengen. En over een half uurtje moet ik de deur uit. Dus een klein beetje ver met red erin gaan doen. Dit is mijn outfitje. Deze broek van Zara. Schoenen doe ik er zo meteen nog onderaan. Gewoon met de puntneusjes, zeg maar. En dan dit shirtje van Ezels Design. Dat was het. En deze ketting is volgens mij van Stradivarius. Dus dit is het lookje. Goedemorgen. Ja, goed zo. Ja, je kan beter sokjes eerst aandoen. Zullen we sokjes pakken? Oh, zit er ook in. Laarsjes aan, uit, aan, uit. Goedemorgen, zoals je misschien aan mijn hoofd ziet. Was het een hele gezellige avond gisteren. En ik slaap altijd zo slecht. Vooral als ik wijn gedronken heb, maar eigenlijk in general gewoon. Man. Dan slaap ik, maar dan slaap ik niet, zeg maar. Dus ik lig met mijn ogen dicht, maar... Oh. Andersom. Zo. Dat ik. Je weet het nog, kijk. Ja, kijk. Ik ga even stampen. Even stampen, ja. Heb je maar aan de goede voet zitten? Oh. Oh. Een beetje stampen. Eerst hem erin. Eerst erin. Ja. Dan stampen. Dan stampen, ja, zo. Dat is beter. Dat is beter, ja. Dan deze. Boembaleloo. Circus komt aan. Boemba. Boemba. Stampie. Boemba stampie. Oh, mijn teen. De teen? Ja. Ja. Mijn teen. Nee, niet teen. Ik ben dat niet wat. Ja. Goed, anyhow. Die goed vasthouden. Ja, is goed, lieverd. Mama. Wat? Mijn eigen fietsje. Die is daar. Oh. Mag ik mijn eigen fietsje? Ja hoor, ga maar. Ze heeft net nieuwe laarsjes op de andere waren te klein geworden. Ik haal ze trouwens altijd bij de Scapino. Want ja, ze zijn er elke drie weken uitgegroeid.
Nou, dat is niet waar, maar wel vaak. Ik ga even een oh, wat zin. Ja, dus mijn hoofd ziet er zeg maar zo uit. Dat heb ik altijd na zo'n sessie. Heel, zoveel heb ik nou ook weer niet gedronken. Ik was op tijd thuis, want ja, de kroeg gaat tegenwoordig dicht. Maar ja, ik heb gewoon heel slecht geslapen. Eigenlijk, daar komt het op neer. En dan zie ik er zo uit. Ik hoop dat het bijtrekt. Ik had vanmorgen in bed bedacht dat ik vanmiddag tegelijk met Ede ging slapen. Totdat ik bedacht, moet ik ook Niels ophalen. Wat ik ook vanmorgen in bed heb bedacht, is dat we straks even ergens gaan lunchen. En dat ik daar friet bij ga bestellen. Gewoon omdat het kan. We hebben net al lekker een omeletje gegeten, Ede en ik. Niels is natuurlijk naar school. Sven naar zijn werk. Ik ook. Ik ga je ook kijken. Au, zag je eens. Een sneeuwpop. Hij lijkt nog best oké, maar als je hem voelt, dan voelt hij wel hier zo heel strak. Nee. Oké. Ik wil niet eens. Oké. Al grappig om te weten. Vroeger had ik natuurlijk elk weekend voelde ik me verschrikkelijk. Want elk weekend ging ik meerdere keren uit. En wat ik dan altijd deed, is op zaterdag ging ik winkelen met mama. En zeg maar alles daaromheen deed ik opruimen en schoonmaken. Want dat vind ik heel ontspannen als ik een lichte vorm van de kater heb. Dus dat is op zich was dat een hele prettige eigenschap. Nu ga ik dus aan de kast beginnen, want dat had ik al bedacht. En dan zit ik hier bij mij op een kussentje. Dus we gaan beginnen. Dus dit is voor, tenminste deels voor, want dit heb ik natuurlijk gisteren al een beetje gedaan. Okay. Nou, dit is versie 2, maar ik wil dit natuurlijk nog ergens in een bak of zo, want dit is nog een potje zo. En dit gaat weg, ja, niet het schort en zo, maar die tassen gaan weg, want die zijn echt oud. Chocolade. Ja, ik ook. We hadden chocola in de tas gevonden, dus heb ik haar gegeven. En dat is natuurlijk nog meer, maar ja, dat was het in mijn tas. Een broodje met de ei. Oh, vergeet. En paneer. Goedemorgen, het is zaterdag. De kids hebben allebei gesport. Eén voor het eerst, vond het heel leuk. Dus dat is heel fijn. Net heb ik mijn nageltjes gelakt. Mijn nieuwe telefoon is binnen. Tenminste, mijn telefoon was al binnen. Die heb ik gisteravond in de stromende regen opgehaald. Ik zal hem even laten zien. Het is wel heel mooi. Look at this pink thing. Dit is niet het hoesje. Dit is gewoon een doorzichtig hoesje. Dit is letterlijk mijn telefoon. Zijn en Ene zijn nu Niels op aan het sporten. Mijn schoonouders komen zo lunchen. En zo. Dus die zijn hier straks. Ik heb vers gebakken broodje gehaald. Maar ja, ik heb net mijn nagels gelakt. Dus ik moet een beetje voorzichtig doen. Ja, dus dat wordt het vannacht. Dit is mijn outfitje. Volgens mij is dit een shirtje van Mango, dacht ik. Groep van Stradivarius en Reebok. En zo staan we ineens op een kermis. Yeah. Nou, daar zitten ze hoor. Sven is de gelukkige. Oh! Net als ik heb. Goedemorgen, het is zondag. Wij strijken eigenlijk nooit, maar ik heb tegenwoordig best wel veel jurkjes. En om die zeg maar een beetje netjes te krijgen, maar ook blousjes, die vouw ik nou ook altijd op. Jullie hebben dat gezien met mijn troubles in mijn kledingkast. Maar goed, dus die vouw ik op, maar als je ze dan aan wil, en ik had laatst bijvoorbeeld ook een trui, dan is het helemaal verkreukeld. Maar ja, we hebben de strijkbout ergens in een kast staan en ik vind strijken voor dat soort dingen ook altijd een beetje ingewikkeld. Met jurkjes, bijvoorbeeld mijn maxi jurken, of nou ja, midi. Nou, dat is, wij hebben zeg maar een heel klein strijkplankje. En nu zie ik steeds mensen met zo'n stomer. Toen dacht ik, en laatst was ik het ook in een winkel. Dus oh, maar ik stoom het wel even uit, dacht ik. Dus ik heb nu heel goedkoop bij bol.com in een aanbieding eentje gehaald. Dus ik ga even kijken hoe die werkt. Maar er is denk ik iets misgegaan bij de drukker. Kijk, het is alleen golf of zoiets. En dan is het blanco. En het vraagt zich af wat het is. Op zich, qua werking, denk ik dat zal wel loslopen. Want je zet hem gewoon aan. Ik heb er nu water in gedaan, dan zit je hem aan, punt. Maar je hebt er twee opzetstukken bij. Deze.
En deze. Ja, dat heeft ongetwijfeld een nut. Maar ik weet dus niet precies wat. Dus, nou ja, dat zoek ik wel even op. Nou, ik ga het even testen op deze jurk. Ja, je ziet het nu heel slecht in het licht. Maar hier ga ik het even op testen. Ik was weer heerlijk zelf spelen altijd. Ik ga zo ook eventjes slapen, want gisteren na het eten waren we natuurlijk wat later thuis. En, nou, en dan natuurlijk nog even weer landen thuis. En uiteindelijk is vanmorgen best wel weer op tijd wakker. Dus nou, better safe than sorry. Gewoon nog eventjes een klein tukkie doen. Ze echt ook slapen. Maar goed, ik ga hem zo meteen erin leggen. En dan heb ik nog een projectje voor mezelf. Deze ontploffing. Hier ligt al een deel naast. Dat moet ik gewoon eventjes weer op orde brengen. Want dit is irritant. Hier zitten mijn gezichtsmaskers. Reiniging en alles. Maar ook zeg maar. Deze is bijna op. Dus hier heb ik dan alvast een nieuwe van liggen. Mijn crème heb ik in de aanbieding gehad. Daar heb ik dan extra van. Nou, watjes koop ik altijd weer 3. Dus daar heb ik dan nu nog 2 van. En eentje is net op, dus nou ja. Ik wil even laten zien. Dit is een favoriet masker van mij. Dit is het Ritual of Namaste mask. En deze is ja, iets met glow. Renewing AHA glow mask. Nou, het stelt daar scherp. Ik weet niet precies waarom, maar goed. Deze is los van dat ik de verpakking ook echt prachtig vind. Dan gebruik ik deze graag, de 10 minute peeling mask van Soap. Deze vind ik heel fijn van Simple, die sheet masks. Nou, dit is dus mijn dagcreme alweer een hele tijd. De Clinique Moisture Surge Intense vind ik echt heel fijn. Het serum wat ik altijd gebruik, deze dan voor mijn ogen en dan heb ik ook die voor mijn de rest van mijn huid, zeg maar. Dus dit is het Vichy Mineraal 89 serum. Ik weet niet of het überhaupt te zien is, maar voor mij zie je nu in ieder geval de dingen die ik nodig heb liggen op de juiste plek en zo. Dus. Hier gaan wij eten. Net zoals voorgerechtje. Het hoofdgerecht. En het dessert. Het is heel mooi. Ja. Goedemiddag. Het is maandag. En het is dus al middag. Ik heb net geluncht. Met een omeletje en dat soort dingetjes. En ik ben gewoon aan het werk. En ik dacht me ineens, ik heb helemaal niks meer. Oh, wat leuk ook dit. Helemaal niks meer, niks meer gezegd gisteravond. We hebben heerlijk gegeten. Tenminste, we hebben gewoon lekker gegeten. Het was niet mega, mega bijzonder of zo. Maar gewoon wel echt lekker gegeten. Zit je haar ook leuk, vriendin? We hebben gewoon lekker gegeten. En ja, het is echt een heel mooi plekje. En vandaag is het gewoon een soort herfst. Of tenminste, een soort, het is herfst. Zo ziet het er ook uit. Het is echt een beetje druilerig. En ik zit gewoon met al lampen aan te werken. Dat ik ook ineens dacht van, oh ja, nu komt zeg maar, nou ja, corona in wintertijd. Wat sowieso, denk ik, best wel een dingetje wordt. Maar ook thuiswerken. Ik dacht, het is nu het zeg maar zo vies weer is buiten, niet heel erg dat ik niet op de fiets hoef. Het heeft ook zijn voordelen, jongens. En dat je gewoon lekker in je hele grote trui thuis kan zitten. Ik dacht, nou, het heeft voordelen, maar goed. Ik vind het vooral heel veel nadelen hebben, maar prima. En ja, ik wilde nog even iets belangrijks zeggen. Als midden stop met de banken slopen. Want dit is mijn 200ste vlog. En I'm taking a break. Ik weet niet voor hoe lang, of het een break is of dat het een stop is. Of ik extra video's ga doen. Ik weet het gewoon even niet. Ik weet wel dat ik al heel lang hierover na zit te denken. En heb ik jullie ook wel eens kort wat over verteld. Ik heb echt al heel lang een hele steady club. Voornamelijk meiden en vrouwen, zeg maar, die mij volgen, wat ik fantastisch vind en waar ik mega dankbaar voor ben. En dat maakt deze keuze ook zo lastig. Maar ik merk ook dat ik
het delen van mijn leven, zeker met kinderen, gewoon steeds ingewikkelder vind. Niels wil bijvoorbeeld graag op de camera, die vindt dat leuk, maar hij kan natuurlijk nu niet overzien wat dat betekent. Dus ik heb nog steeds de regel dat we dat dus niet doen, hè? Altijd onherkenbaar. Maar dat wordt lastig, ik merk dat nu Eden het ook allemaal heel interessant vindt. Dus ja, het moment dat ik hun kan filmen zonder dat zij zo in de camera gaan doen, worden schaarser. En ook ja, hun leven wordt natuurlijk steeds meer, ook mijn eigen persoontje, dus dat vind ik er ingewikkeld aan. Daarbij ja, is het in deze coronatijd ook niet dat ik natuurlijk heel veel spectaculairs beleef. Dus dat ik het soms ook denk, ja, wat ga ik nou precies delen? Wordt iedereen hier heel blij van? Dus ik vind het gewoon een beetje lastig de laatste tijd. En ik merk gewoon, ik zit al zoveel thuis achter die pc in mijn eentje. En dan ook nog, ja, in mijn eentje voor de camera, zeg maar. Zo voelt het dan een beetje. Nou ja, en dat bewerken zo. Het plezier wat ik er normaal uithaalde, is een beetje minder. En ik zou prima door kunnen gaan. Maar dan denk ik, ja, voor wie doe ik het eigenlijk? Of ik moet nu heel veel gaan inzetten van mezelf en mijn creativiteit om te groeien. Of misschien moet ik gewoon eventjes een stapje terug doen. En nou, dat eerste zou ik heel graag willen, maar heb ik gewoon de headspace niet voor op dit moment. De creativiteit niet. Ja, het is gewoon druk nu. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon even een pauze nemen. Maar het zou zomaar kunnen dat ik wel af en toe nog een videootje post in het weekend. Want bijvoorbeeld het is ook altijd heel bijzonder. Als ik dus dit soort dingen in mijn hoofd heb bedacht, dan krijg ik ineens weer allerlei DM's. En berichtjes onder mijn vlog, zodat ik denk van, oh ja, ik had net bedacht dat ik dit niet, dat ik dit even niet meer ging doen. Dan vind ik het dus weer heel lastig. Ik merk dat de video's over mijn rectusdiastase en de operatie en zo, dat heel zeg maar, veel meer publiek trekt. En ook waarschijnlijk ander publiek, maar wat misschien wel blijft hangen of niet, dat weet ik niet. Maar ik merk dat ik daar heel blij van word, omdat ik daar echt mensen mee kan helpen. Omdat ik echt heel veel berichtjes krijg van mensen die zeggen, oh, wat fijn, of die sturen me een foto van, joh, zo ziet het er bij mij uit. En ik hoop zo erg dat het er zo uit komt te zien als bij jou. Mensen die zeggen van, ik ben blij dat er eindelijk eens iemand is die het in het Nederlands vertelt hoe het hier gaat. En ja, daar help ik echt mensen mee. En daar word ik dus heel gelukkig van. En hierbij denk ik, ja. Dus kortom, ik weet het gewoon even niet zo goed. En ik heb dit ook heel lang uitgesteld om dit te doen. En ik dacht nu, de 200ste vlog, ik denk dat het even klaar is. En nou, uiteraard mogen jullie laten weten wat jullie ervan vinden. Ik weet dat ik heel veel stille volgers heb die niet reageren, maar wel elke week kijken. En daar ben ik mega dankbaar voor. Ik weet dat ik mensen heb die me echt al heel lang, of misschien zelfs al vanaf het begin, volgen. Dus mega super bedankt jullie allemaal. En ook mensen die net nieuw zijn, die denken, oh, ik zat er net lekker in. Sorry. Ja, misschien kom ik terug. Misschien op een andere manier. Misschien ook niet. Ik weet het gewoon even niet. Uiteraard, als het zo is, dan horen jullie dat. En op Instagram zal ik ook wel dingen blijven delen. Maar ik weet het gewoon eventjes niet. Dus ja, dan moet je soms keuzes maken. En ja, om headspace te creëren moet je even wat dingen laten. Dus dat, ja, dat voor de huishoudelijke mededeling van vandaag. Ik wil jullie wel weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet afsluiten, maar heel erg bedankt voor het kijken. En ja, hopelijk tot snel. Doeg!